wat het Paul zegt. Paul zegt niet voor niks. Maak een oog voor jezelf of voor een ander. Want ja, jongens, we zijn er bezig tegenwoordig. Joe.nl, echt waar. Maar goed, mijn mening erover. Er zijn natuurlijk weer een andere mening erover. Dat kan natuurlijk ook, dat mag natuurlijk ook. Dus ik heb daarop wel meer dan 60 likes op gekregen op de comments. Mensen, daar was ik weer. Ik kijk naar deze nieuwe vlog. Ik ben Isaac. En laat het maar weer. Dus ik ga naar de school toe eventjes. Meestal naar lunch. Even een uurtje of een half uurtje even kijken. En ja, voor de rest gaan we vandaag rustig aan doen. Even wat kateterzakken bestellen. Dat dingetje even doen. En het gordijn dicht doen, want het is toch wel aardig licht. Dan zijn het weer minder goed precies, maar dat maakt niet zo uit. Dus ja, maak er allemaal een hele toffe dag van en dan zie ik jezelf ergens weer. Goed mensen, ik ga even drinken pakken en zet mijn koffie maken voor mezelf. Even extraatje pakken. Het is een nootje. Ja. Dat is een beetje. Eén keer dacht ik allemaal het storytime. En dan kan je één keer de gevoelens krijgen erover. Je laat het zeker aankomen. Dat is het punt niet. Ik heb jullie al beloofd. En dan kan ik zeker aankomen. Die video. Op 15 maart, april. En dan zijn ze niet bang. Ik ben opleiding gaan halen. Daarna. Hoe erg ook de comments erop zijn. Als die toch online staan. En ja, en ook dus ik echt laten zien dat ik iets dat ik dit durf te vertellen tegen jullie. Want ik heb het best wel 2 jaar geheim gehouden. En wat ik in storytime vertel en ik weet als ik dit ga vertellen, dat anderen gaan vertellen, dat ik dan ook in problemen kom. Maar dat maakt me even niet te veel uit. Dat is er zin in, niet te veel. Eigenlijk nooit hoor je dan ook niet voor de tijd van 15 maart. Het is nou niet, dat ik in april. Is het er bijna. En dat je er vierde wordt, over een week of zo. Aan 2 weken denk ik. En daarna ga ik wat er echt naartoe leiden aan de storytime. Want het is best wel een hele moeilijke video. Die ik jullie gemaakt heb van jullie en 3 weken geleden gepland voor 15 april. En nou, als ik het allemaal vertel, dan heb ik ook een probleem ga worden hier. Daar ga ik niet zoveel over zeggen. Maar ja, wel. Ja. Ik ben heel vreemd, heel weird dat mensen dit weten over mijn leven, over mijn liefdesleven. Maar goed, ik ga vandaag een leuke dag van maken. Ik ga naar school toe vandaag. Vanmiddag naar lunch. Dus even daar wakker doen denk ik eventjes. En dat is zeker veel wel na gaan doen. En
Ja. Dat is een beetje een... Ik moet je een storytime een beetje aan de kant zetten wat het nu is. Ik hoef gewoon nog een keer de beschrijving en dat doe ik ook niet meer. En dat merk je natuurlijk niet zoveel van, want het is nog ingepland. Dus dit keer laat ik het zo hoe het nu is. En er was wat hele tekst aan toegevoegd. En ja, dat is niet meer wel. Wat we daarna nog gaan doen. Of wat er daarna op een pad komt voor dingetjes. En hoe je weet hoe bijzonder is in mijn leven, misschien ook niet, maar misschien is het niet. Ik ga niet vooruit kijken, dat doe ik echt nooit. En nu ook niet natuurlijk. En het wij zo, hoe het nu is. En ja, dan zie ik het helemaal meteen naar de koffie weer. Dus tot zo. Goed mensen, ik heb lekker koffie op en lekker Sultana. Dus mijn moeder heeft dus appen zo meteen om het lekker even een nieuwe liga te kopen en een nieuwe Sultana te kopen. En wat zeep of zo, ik heb bijna geen douchruim meer. Dus ja. Dan zien we verder wel wat we vandaag verder gaan doen. Even toch mijn mail checken voor de zekerheid eventjes. Dus dat ga ik zo even lekker doen. Gewoon dit bonen de vlog voor vandaag. Van ja, voor gisteren, voor maandag. En altijd al op de helft. Ik heb eigenlijk gekregen op die comment van Bouw van gisteren. Echt goed betof van jullie dat jullie dit doen voor mij, echt. En ik had er ook even aanhalen, eventjes wat ik vergeten bij de intro. Nu ook nog eventjes voor de zekerheid. Van, jongens, ik heb gisteren bij Paul Kingelet, kwam een video voorbij. Over een shout-out geven. Op zijn Kingelet. Nou, ik zat toen in de comment te vertellen. Dat die comment eventjes in jullie beeld had te komen. Wat ik heb verteld. En, het volgende is dat ik teken al gaf te doen aan de geving van shout-out aan iemand of aan jezelf. Bijvoorbeeld kan er een kijker van Paul of een kinderlid van ja, wat ben je dan van eikel? Waarom doe je dan je eigen SO geven? Dat kan toch helemaal niet? Dan moet je even weer luisteren wat het Paul zegt. Paul zegt niet voor niks, maak een oog voor jezelf of voor een ander, want ja, jongens, we zijn er bezig tegenwoordig. YouTube.nl, echt waar. Maar goed, dat is mijn mening erover, misschien heb je weer een andere mening erover. Dat kan natuurlijk ook, dat mag natuurlijk ook. Dus ik heb daarop wel meer dan 60 likes op gekregen op de comments. Echt, dank jullie wel daarvoor. Waarschijnlijk is het niet meer als je dit ziet. Dus ja, heel gaaf, dank jullie wel. Nogmaals. Goed mensen, ik ga zo even wapje eten. En dan even naar school toe. Dus ja, laten we het even lekker doen. Even ergens anders zijn dan thuis. En het is even goed voor mij even te doen. En dan, ja. Dan zien we het dan buiten weer ergens, dus dat is zo meteen allemaal. Goed mensen, ik ga even lekker naar school toe. Maar voor 10. En ja, ik vond het zin in, het wordt lekker weer. De komende tijden weer. Gaat weer lente worden, voel ik. Ik hoor ook aan de vogeltjes. Echt wordt het lekker weer, wordt het weer. En ja, voor de rest. Even lekker, ik was er even aan toe. Want gisteren was ik ook even buiten, want het was anders. Maar was het koud en fris en niet lekker. Maar nu is het wel prima te doen eigenlijk. Dus nu, ik had hier even aan toe. Ik zat eventjes in een klein dingetje. Maar goed, het is niet zoveel nu voor de vlog eigenlijk.
Dus ja, voor mezelf een beetje. Maar goed, ik zit zo meteen naar school weer. Tot zo. Goed. Ze zijn lekker buiten, we zijn naar school geweest en even bijgeklest en zo, ook even lekker. En ja, voor de rest is het gewoon lekker. Ochtend en middag. Ik ga ze even steeds toch even vast beginnen met monteren. En dingetjes even doen. Dus dan zijn we meteen weer ergens weer. Goed mensen, ik ga op je eten. Je eten komt zo aan. Ik heb een cheeseburger besteld en een frietjes besteld. Die ga ik lekker opeten, lekker even heerlijk. En dan zie ik wat ik daarna ga doen. Dus, nou, dat is nog meteen ergens. Goed mensen, ik wil lekker eten. Ik zie net niet helemaal genoeg. Maar, weer goed mee, dank je. Echt heel lekker weer. En, smaakt ook echt heel goed weer. Dat is altijd bij jullie. En ik geef jullie weer een toffe goede recensie. Daarvoor, echt dankjewel. Dus, dank jongens. En meiden, eventueel. Ik heb lekker koffie op. Het eten was lekker. Het is verrukkelijk. En ja. De rest, ik zit lekker even naar YouTube kijken, even kijken naar de filmpjes. Ik verstuur je net eventjes. En ja. Voor de rest zien we het wel wat we vandaag verder gaan doen. Je ziet me even niet dat. Dan kloppen we gewoon weer een lichtje aan te doen. Ik ben niet bij. Dus. Wat ga je vandaag niet zoveel meer doen eigenlijk. Goed, ik ga even cappuccino pakken maken voor mezelf. Ik heb er veel zin in. Ik hoop dat je een nieuwe week op pas. Dat is een probleem. Moet lukken. Ja, moet lukken. Het is net zo eigenlijk een iets lager dan de andere. Oké, maar. Dit is hem. Moet passen, denk ik. Iets anders van vorm. Maar het is net zo hoog eigenlijk. Net even een video gemaakt voor. Of ik echt klaar voor ben. Die ga ik morgen monteren voor meteen al. En dan morgen uploaden naar YouTube. En even kijken wat ik ga doen. Dan ga ik nu even koffie maken voor mezelf. En ja. En dan moet ik omgeheimd houden tot aan 15 maart. April, maar ik ga het wel doen. Want ja, het is echt wel spannend wat er gaat komen. Ik hoop dat Paul nog een keer gaat promoten. En dat promotievideo. Het zal tof zijn. Goed, ik zie mezelf wel. Ik heb al een beetje een gelukken. Dus, ja, vooral met comment geliked. Zo ja, geliked de comment onder de Kingelet van gisteren. Dat was bedankt daarvoor. En, even dicht doen. Ja. Ik ga het niet gaan pakken en het resultaat pakken, doe ik hem meteen. Om hem over mee te nemen. Dus het is even een koffie. Ja, nu een koffie. Dus een kopje koffie pakken. Ja, lekker doen. Dus veel van mijn kopje zo gemaakt eigenlijk.
Ik heb vakantie gehad vandaag, dat mijn video, mijn vlog vandaag en aan mijn fotokanaal staat. Echt heel tof om het te zien op YouTube. Heel graag om het te zien. Op mijn aan mijn fotokanaal. Kan ik het omhoog zetten hoor. Dus ja. Eigenlijk zo'n dagje even gehad naar school geweest vandaag. Dat was wel erg gezellig, vond ik. Even wat anders dan thuis zitten. Ja, je hebt een mooie route. En lijkt ook meer op uit weer. Nieuwe dingetjes doen. Goed, mensen, ik heb een lekkere dag gehad. Ik ben naar school geweest. Eventjes. En de rest ga ik vanavond niet zoveel meer doen eigenlijk. Dus voor even afmaken. Die dingetjes even doen. En dan zien we het wel. Mooi, vind je het leuk? Vraag dan even doen en dan een duimpje omhoog. Niet hieronder te abonneren als je niet bent. Zie je morgen om 4 uur. De nieuwe vlog. Ga ik niet te delen iedereen die je kent op social. En dan zou ik normaal tot morgen.